Ik kreeg het toen ik ongeveer 21 jaar lang in het vak zat. En ik merkte daar dat ik bij een incident gewoon niet meer weg kon komen. Ik was een incident waarbij iemand om het leven kwam die we aan het reanimeren waren. En met collega's en met ambulancepersoneel. En toen bleek dat dat allemaal niet meer mocht baten. Toen zat ik aan de grond vastgenageld en liepen de tranen over mijn wangen. En kon ik gewoon niet weg. Wat gebeurt me nu, zeg maar? Ik wist al een langere tijd dat het niet lekker liep, zeg maar. En ik was ook al een tijdje thuis. Voordat ik naar de psycholoog kon en mocht en moest. En daar bleek dat er meer aan de hand was dan dat ik zelf dacht, zeg maar. Ik dacht zelf van, nou, emmertje zit vol en even tot rust komen en dan gaan we weer door. Maar dat was niet het geval. Ik denk dat wat PTSS betekent, dat mensen dat voor de helft niet weten. Ik heb zelf een paar keer met een groep PTSS-collega's opgetrokken en toen is mij voor een stukje helder geworden wat het betekent. Zowel voor de collega zelf als ook voor het gezin. En dat bewustzijn, wat het voor collega's betekent in hun dagelijkse zijn, in hun dagelijkse doen, in hun humeur, in het vermogen om dingen te doen. Ik denk dat dat steeds helderder is geworden, maar voor veel mensen nog onduidelijk is. Wat is het nou precies en wat betekent het nu? Je wordt badend in het zweet wakker. En je gilt en je krijst. Ik ben teruggekomen rijden na een sessie met de psycholoog. Dan reed ik 50 km per uur op de snelweg. En ging het steeds slechter met mij. Dat ik zo super blij was dat ik thuis kwam. Zo, en dat je echt ziek, echt lichamelijk en geestelijk gewoon helemaal ziek en uitgeput bent, zeg maar. Dat gun je echt helemaal niemand. 40 jaar geleden spraken we hier niet over. Je moest stoer zijn, je moest je maar tegen kunnen. Mijn eerste dienst moest ik naar een treinlijk en goed kijken, want ik moest dat leren. Nou, zo zijn er veel voorbeelden uit die tijd. Ik herinner me nog een ME-opleiding. Die begon met bloed is goed, jeuk is leuk en pijn is fijn. Nou, dus een sfeer waarin je na incidenten met elkaar dat besprak en waarin ook de veiligheid er was, dat was er ook niet. Dus ik denk dat het een combinatie is, een veelheid incidenten en anderzijds ook een cultuur binnen de politie waardoor dit echt bespreekbaar is. En ik heb er wel vertrouwen in overigens dat dat anders is geworden. Ja, ik ben door een diep dal gekropen met heel die PTSS. Maar zoals een collega die het ook heeft gehad, ook in onze PTSS-brochure schreef van: ik ben een mooier en rijker mens geworden.